In Stamperschat zijn zondagnacht 6 gewonden gevallen toen een automobilist inreed op een aantal carnavalsvierders. De bestuurder zou eerder al een conflict hebben gehad met die groep. 6 mensen raakten gewond, 4 van hen dusdanig ernstig dat ze met ambulances naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. De automobilist ging er na het ongeval vandoor, maar de politie wist een uur later elders 2 verdachten aan te houden. Ze zijn in de cel gezet voor verhoor en verder onderzoek en worden verdacht van poging tot doodslag. De politie is begonnen met een uitgebreid onderzoek.